Fantastisch uit, daar wou ik even mee beginnen. Dank u wel. En zoals we weten in de entertainment business, het oog wil ook wat. Wat knap dat je twee totaal uiteenliggende smaken gekozen hebt. Olita Adams en Donna Summer zijn twee totaal verschillende zangeressen. Ik vind je stem zich eigenlijk meer lenen voor het eerste liedje wat je zong. Maar het tweede deed je ook zeer verdienstelijk. Dank u wel. Hind, volgens mij heb ik nog nooit echt commentaar gegeven wat negatief voor je was. Ik zit wel kritisch te kijken. Ik vond Bad Girls ietsje minder, zeg maar, voor jou. Je deed wel goed, maar er zaten een paar fouten in. Maar zoals je Get Here van Olita Adams deed, echt kippenvel, dat is al vaker gebeurd. Maar ik vond het zo verschrikkelijk goed. Echt niet normaal meer. Ja. Echt niet normaal. Ik vind het ook. Ik vind het ook. Ik vind dat je ze allebei heel goed gezongen hebt, maar de eerste was sensationeel goed. Ja, en het, het rare is, ik zag het ook Babette vorige week zeggen over dat jouw uptempos bijna als ballads klinken. Maar dat komt doordat je zo'n prachtige warme sound hebt. En ik vind dat juist heel erg mooi. Ik vind hoe jij uptempo zingt mooi. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik heb jou nog nooit kunnen betrappen op valse noten. Tot vandaag, want je zat er af en toe niet helemaal op. Daarentegen de ballad, Get Here, was echt... jullie hebben ons vorige week zien volschieten toen Davy wegging. Nu gebeurt het weer door hoe jij dit zong. Het was prachtig. Dank je wel.